Grutjes nog aan toe, wat is dit een prachtige integrale. En het is de derde alweer van Agent 327, oftewel Hendrik IJzerbrood. Bedacht door Martin Lodewijk, die dit jaar 80 jaar is geworden. In 1966 verscheen het eerste verhaal van Agent 327 in de pep. Nou ja, en de rest is eigenlijk geschiedenis. In 2015 verscheen het tot op heden laatste album, Da Vinci Code. Daarna werd het eigenlijk een beetje stil, wat op zich ook niet gek is. Hè? Martin is op leeftijd, heeft zo ontzettend veel gedaan in zijn leven. Zo ontzettend veel moois gemaakt waar we op terug kunnen kijken. Er is ook een tijd geleden een prachtig hommagealbum gemaakt door allerlei collega-tekenaars. En uitgeverij L is de verhalen van Agent 327 aan het uitbrengen in prachtige integrales. En ik zou bijna zeggen, het werd hoog tijd, want dit is gewoon echt wel een van de allerleukste strips van Nederland. Als ik kijk naar alle strips die ik in mijn kast heb staan, dan moet ik zeggen, zeker toen ik deze weer aan het lezen was, toen had ik toch zoiets van, ja, dit is een strip die ik in mijn jeugd echt helemaal kapot las. Ik vond het geweldig. Het enige lastige is, ik las alle boeken bij de bibliotheek en niet thuis. Maar ja, die integrale ook, jongens. Hij is zo mooi. Hij staat zo vol met al die prachtige grote platen erin. Alleen al die platen. Het is gewoon heerlijk om van te genieten en te zien wat een fantastische tekenaar Martin Lodewijk is. Even een inhoudsopgave. Had ik de achterkant trouwens al laten zien. Die is ook natuurlijk heel erg mooi. En dan laat ik hem gewoon nog een keer zien, want die blijft gewoon heel erg tof. Het is een prachtig boek, mooie oranje kleur. Dat valt ook meteen op. En het mooie is eventjes, het dossier is heel rijk gevuld met heel veel achtergrondinformatie. Met name even over Martin Lodewijk. Over zijn leven, over zijn carrière, wat hij allemaal gedaan heeft. Ik weet dat bij het openmaken van het pakket waarin ze in zitten, wat ik even zo verrast van, hey, wat doen Storm en Roodhaar in deze integrale? Maar dat is eigenlijk heel passend dat ze erin zitten. Want Martin Lodewijk heeft natuurlijk meer gedaan dan alleen maar Agent 327. Hij heeft scenario's geschreven voor heel wat andere mensen. Hij heeft zelfs, is er sprake geweest van een samenwerking tussen hem en Morris van Lucky Luke. Hij heeft contact gehad met Franquin, allemaal dat soort mensen. Maar hij heeft ook met Don Lawrence samengewerkt. En hij heeft aan de basis gestaan van het universum van Storm, wat uiteindelijk in de Eppo is verschenen. Nou, vandaar dat dit natuurlijk heel passend is om erin te staan. Ja, wat betreft die samenwerking met Franquin, dan krijg ik deze. Deze ken ik nog van vroeger. Heel erg toffe strip. Laten we het even teruggaan naar Agent 327. Er zit ook nog een ander stukje in het dossier in. Authentiek. Tijdwijze 1977-1980. Waarbij van alle vier verhalen die er in dit boek staan, en dat zijn, dan ga ik even terug naar de inhoudsopgave, dossier Zondagskind, dossier Zevenslaper, dossier Nachtwacht en dossier Rookbom. Dossier Nachtwacht, het is een beetje donker, maar die staat dus daar. Geweldig verhaal trouwens. Maar van al die verhalen, en dat is het mooie even van het werk van Martin Lodewijk, hij heeft er heel erg veel zaken in verwerkt. Ja, en even dit vliegtuig natuurlijk. Hè. Als vliegtuigliefhebber zijnde vind ik dat heel erg tof dat hij erin zit. Maar hij heeft zo ontzettend veel zaken verwerkt in zijn verhalen. Plaatsen, personen, voertuigen, maar ook gewoon vrienden. Hè. Bijvoorbeeld Jan Kruis, die komt vrij regelmatig voor. In dossier Nachtwacht speelt hij zelfs een vrij belangrijke rol in het hele verhaal. Dus dat is gewoon heel erg leuk hoe dat gedaan is. Ja, deze moet ik gewoon nog even laten zien. Het is gewoon, jongens, hier kun je zo van genieten. Dit zou ik gewoon eigenlijk best wel gewoon als een mooie poster in mijn kamer willen hebben. Dat is gewoon een fantastische tekening. Ja, heerlijk. En wordt natuurlijk ook even ingegaan op Olga Lawina. En dat is ook heel belangrijk, want in het eerste verhaal, waarvan helaas niet de albumcover opgenomen is, maar wel de cover van de Eppo waarin dit verhaal als eerste verscheen. Dossier Zondagskind, dat is het eerste verhaal waar Olga Lawina in voorkomt. Waar ze kennis maakt met Agent 327, oftewel Hendrik IJzerbrood, waarin ze samen gaan werken. Maar het is even de vraag, aan welke kant staat zij nou? Want ze komt uit Zwitserland, is zij neutraal? Staat ze aan de goede kant, staat ze aan de slechte kant? En het blijkt een beetje dat je met haar alle kanten op kan. Maar uiteindelijk weet ze toch wel de goede keuze te maken en zorgt dat de samenwerking door blijft gaan. Nou ja, die gaat natuurlijk ook meteen door in het volgende verhaal. En die vond ik ook heel erg goed. Dit nog eventjes uit Zondagskind. Hè, de mooie parodie op Jaws, die zit erin. Dat is een van de vele
zaken. Nou, hier heb je weer even dat vliegtuig. En het mooie is dat het verhaal van de zevenslaper eigenlijk meteen volgt op Zondagskind. Dat loopt eigenlijk mooi in elkaar over. En ze komen wel op een hele bijzondere plaats terecht deze keer. In de Bermuda-driehoek. En dan duiken we even weg uit het realisme in de fantasie. Maar wel op een hele gave manier. En ook weer zo ontzettend mooi getekend allemaal. Maar ook de personages die ze daarin tegenkomen. Met name even het personage Agels Werels is wel heel erg grappig. Dat is een heel bijzonder figuur daarin. En ja, goed, dat hele verhaal is gewoon toch, als je mij maar aan het lezen bent, het is een heerlijk verhaal. Maar dat geldt gewoon eigenlijk voor alle verhalen. Waar ik nog niet eens wat over gezegd heb, is even hoe Hendrik IJzerbrood elke dag op zijn werk aankomt. Dat is natuurlijk een running gag in het hele verhaal. En ja, dat wordt elke keer weer heel uitgebreid gedaan. Het is niet zomaar even een paar plaatjes, maar hier is het zelfs enkele pagina's die ze eraan besteden om dat in beeld te brengen. Dat maakt het alleen maar heel erg leuk. Dit is trouwens ook een beest wat in meerdere verhalen nog wel naar voren komt. Ja, die hond. Hartstikke leuk. Ja, wat dat betreft jongens, er zit zoveel in die verhalen. Ik ga daar gewoon niet te veel over zeggen, want het blijft gewoon genieten als je zo'n prachtige integrale leest. En ja, heerlijk om die verhalen weer eens te herlezen. En dat niet één keer, maar dat vele malen. Want ik zeg al, je kan zo blijven genieten van het tekenwerk van Martin Lodewijk. Van de manier hoe hij zijn verhalen heeft gemaakt. Hoe knap die in elkaar zitten met al die details erin. Al die verwijzingen erin. Dat vind ik echt fantastisch mooi. En wat dat betreft, ja, ik zeg al, Uitgeverij L heeft er een prachtig boek van gemaakt. Dit is de derde. Er zijn nog twee andere en er zullen er nog wel een aantal gaan volgen. Totdat we bij alle 20 albums zijn die Martin Lodewijk heeft gemaakt. Goed, Agent 327, 1977 tot en met 1980. De derde integrale. Hij ligt bij de stripwinkel. Ik kan alleen maar zeggen, ga hem halen, want hier ga je ongelooflijk van genieten. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot een volgende vlog.